staat dus onder het schenkviaduct. Nou, en rechts van het schenkviaduct had je een laantje. En dan kom je op een bedrijventerreintje. Ja. En dan zag ik ineens een keet staan. Zo'n grote bouwkeet. Met allemaal ooievaars en geschilderd erop. Met een spuitbeurt. Ik hé, ooievaartje van Frans. Dus ik het terrein op. Ja. En ik loop zo rond en ik zag eigenlijk hier wel zo'n gordijntje piegen. Ja. Maar geen flauw benul. Ik had wel motors voor de deur zien staan. Maar helemaal niet in de gaten. En ineens op een bepaald moment was ik aan de achterkant bezig. En dat vonden ze te ver gaan. Ik dacht meteen een elfing. Toen kwamen ze naar buiten. Ja. En allemaal zo, helemaal zilver allemaal. En spijkers. En een soort Hells Angels waren dat. En dan vroeg een van die gasten van, wat zijn we dan doen? Ik zei, nou ja, fotograferen, maar de bagger liep. Echt, mijn laatste uurtje. En hoe ben je eruit gekomen dan? Gewoon normaal. Op je eigen taal? En dan, ja, gewoon gesproken. Hij zei, hij zei, nou dan, ze gaat je gang maar horen. Hij zei, ja, maar hij dacht natuurlijk van iemand van de gemeente of wat. Echt, ik was bang. En dat moet opnieuw.